Ik heb deze haspels. Dat is zo'n kastje waar die dan in opgeborgen wordt, dat snoer. Dat vind ik wel een vreselijke handige haspels. En nou heb ik hier een heel groot stuk draad. Dat had ik nodig, maar ja, dit houdt dan over. Dus dat was zonde van het geld als je dat gaat weggooien natuurlijk. Maar om nou zo'n los snoer te hebben, vind ik ook weer zo wat. Dus ik wil eigenlijk zo'n haspel maken met dit snoer. En nou ga ik eens even kijken of ik hier een leerles uit kan trekken. Hoe zit nou zo'n haspel in elkaar? Ga ik eerst eens even uittrekken. Hoe dat nou rolt. Nou, we hebben hier het gedeelte van de vier stopcontacten. Ik heb hier maar één stopcontact. Ik weet niet, is dat handig? Moet ik er dan vier maken? Dat is natuurlijk altijd handig als je verlengsnoer, dat je meerdere machines op aan kan sluiten. Ja, wat doen we dan? Gaan we dit nou met één stekker doen? Dat ik gewoon dit snoer kan gebruiken? Of... Nou, als proef kan ik dat natuurlijk wel doen. En dan later als ik denk, goh, ik wil er nog eens eentje maken. Want je moet altijd eerst een prototype maken. Ik zie dat dit, dat loopt hierin en hierin. Dus het zit zo op elkaar gesloten. Dat het zo hier een cirkel is en hier een cirkel. En het midden. Het midden, daar komt die stekker uit. Die kan ik gewoon laten uitsteken. Laten we het maar even eerst niet te moeilijk maken. We gaan eerst eens kijken of we dit mechanisme kunnen maken. Een kistje met aan allebei de kanten een schijf die draait. En moet die zo groot zijn? Ja, dan kan ik ook meer kracht zetten. Als je hem heel klein maakt en heel... Dan dit... is wel een aardige slag. Dat zal ik maar dezelfde maat aanhouden, dit. En dan kan je het natuurlijk zo naar elkaar schroeven. Dus ik heb een hart nodig, een rond hart of een vierkant hart. Dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Hij gaat er toch wel omheen. En aan allebei de kanten een schijf die in dat kistje past met een sponningje. Ja. Een plaatje hout waar je een sponnetje en deze schijf ook met een sponnetje dat zo in elkaar past. Dat is het meest arbeidsintensieve, denk ik, om dat te maken. Wie wat bewaart, heeft wat. Dus we kunnen dit als hart gebruiken, dat ik het op die schijven hier in het midden aan twee kanten opsluiten. Kistje eromheen. En dan gaat dit hier doorheen. Zo naar buiten. Hier een gleufje in zagen. Dan kan hij het midden of zo er doorheen steken. Dan steekt hij wel uit. Maar dat is voor de volgende ontwikkeling in deze uitvinding van mij. Want ik moet nou... Als ik zo'n bos heb, en dat ga ik zeker krijgen, want hij wordt zelfs iets groter, dan moet ik een kistje hebben die zeker tot 22 qua inhoud, of 23, laten we zeggen 23 vierkant inhoud moet worden. Ik wilde voor mijn haspel een cirkel uitdraaien met een sponnetje. Daar heb ik mijn voetplaatje heb ik daarvoor genomen. En ik ga hier een straal uitzetten die ik in het midden van dit plaatje, en dan kan ik zo rondfrezen. Dat heb ik hier geprobeerd. Ik heb hier een proefje gedraaid. Maar er zijn een aantal dingen die ik geleerd heb. En dat is dat ik niet gelijk op maat moet hebben. Dus ik heb hier het
twee plaatjes waar één vierkant plaatje uitkomt. Ik heb aan allebei de kanten heb ik hier over. En dat heeft als voordeel dat ik dat op de bank kan vastschroeven. En dan kan ik met mijn vrees kan ik helemaal draaien. Dan heb ik geen last van lijmklemmen of wat dan ook. Dus, en nou wil ik niet in mijn werkbank natuurlijk frezen. Dan moet ik ook nog zo'n plaatje, dat had ik hier ook. Een multiplex plaatje, ongeveer net zo groot als dit. Die hieronder komt te zitten. Dus ik heb de maat van 40 of 23 bij 57. Ik heb hier een plaatje gevonden wat ongeveer die maat is. Dus die kan ik zo hier vastzetten. Ik kan dat eigenlijk niet schroeven, maar spijkeren kan ik ook. Die heb ik nou toch. En dat is lang zat. Dus ik ga hier deze twee plaatjes, die moeten precies gelijk lopen. Zo. Kijk, dan heb ik helemaal geen last. Dit moet ook helemaal gelijk. Zo kan ik met mijn frees draaien wat ik wil. En dan later zaag ik dat uit op maat. Ik heb hier een spijkertje, dat was mijn maat, maar dat moet kleiner. En even kijken, dan ga ik eerst deze maat uitzetten. Dus inclusief frees komt mijn spijker ergens hier terecht. Maar als ik nou de eerste cirkel, de binnencirkel doe en ik wil van een sponnetje, dan ben ik dit gaatje kwijt. Dus ik moet beginnen met dat sponnetje. Dus ik ga eerst de diepte uithalen van dat sponnetje. En dan kan ik niet door en door, dus dat moet ik toch weer deze losmaken en die volgende doen. Of ik doe hem hier, dan heb ik er ook twee. Nou, dan hoef ik die onderste plaat niet te hebben. Dan kan ik er twee naast elkaar doen. Dat is misschien handiger. Zo leer je iedere keer wat. Dus we gaan hiermee door. We gaan hier twee plaatjes naast elkaar doen. Dus ik moet eerst de buitencirkel maken voor de sponning en vervolgens ga ik die cirkel kleiner maken, want dan heb ik dit ding nog als hulp en dan kan ik die kleine eruit frezen. Want zodra ik hem uitgefreesd heb, kan ik niet meer de sponning frezen. Dus die buitenste cirkel is 9,5. En dat moeten we meten vanaf de buitenkant van de frees. Dat is ongeveer 9,5. Dat is dit gaatje. Dat gaatje hadden we net ook.
dat valt buiten de vrees, dus dat is handig. Zo. En dan kunnen we zo opzoeken. Ik kan natuurlijk, ja, ik heb hem. Kijk. Dus nu kan ik als eerste mijn sponning gaan frezen. En die mag niet dieper dan de helft van mijn plaatje. En mijn plaatje is 8 mm, dus dat mag niet dieper als 4. Als ik hem nou zo heb, dan kan ik hier kijken dat, dus hier moet er 4 tussen. En een triplex plaatje is 4. Dus als ik nou een klein triplex plaatje heb, dan is dat mijn diepte die ik mag gaan. Okidoki. Nou, dan kunnen we frezen. En dan kunnen we helemaal rond. Zo, en nou kan ik hier, als ik hier nou, de volgende is dan dieper met een kleinere straal. En dat is een even, oh, even er weer uithalen. Dus dit was mijn gaasje. En nou komt die een stukje kleiner. Dus als ik dat nou hier insla. Tot aan de voet. En ik. Nu is de diepte zo'n plaatje. Want als ik hem zo heb op het plaatje, dan komt deze dikte erbij. Plus ietsje meer. Oké.
dit kastje van zeg maar die stopcontact van 4 ga ik hier in laten. En ik heb het hiervan overgenomen. Nou, het is langer dan breed is. Het lijkt vierkant, maar dat is het niet. Dus, en nu heb ik de hoeken die zijn afgerond, heb ik even op de kolomboor even zo ingeboord. En dan ga ik dit met de decoupeerzaag ga ik uitzagen. Zo. Dus dan steekt hij erachter uit. Dus dit moet hij nog aan de achterkant eruit steken. Dus moet ik een kastje maken, de diepte van dit, wat hij nu uitsteekt. Het past er precies tussen in de cirkel, maar deze niet. Dus ik maak het op elkaar en dan ga ik later die hoek ronden. Een rond kantje eraan gemaakt, dat hij makkelijk hier langs kan, want hij moet natuurlijk kunnen draaien. Zo. Dus dit moet zo doen, dus dit moet kunnen draaien. Dan gaan we aan de andere kant, komt dit, en hoe dik ga ik dat doen? Ik moet dit opsluiten, dus ik neem een as van 8. Zo, dat heb ik dus gemolenwiekt. Even op de schuurschijf een beetje recht gemaakt, dat hij er goed op zit. En nou kan ik hier met een draadend in het midden met elkaar verbinden. En moet dit dingetje natuurlijk ook op deze vastzitten. Dat moet ook gebeuren. Kijken of dat, want als ik dit nou zo verbind, dan heb ik hem nog niet aan elkaar.
Zo. Oh ja, via de... Ik boor... Ik schroef deze op dat achterkantplankje. En vanaf dat achterkant... gaat het natuurlijk verbonden worden. Hiermee. En... dit moet hier aan elkaar komen. Anders heeft hij geen verbinding. Dus ik ga hier vandaan met dat draadend. Dus nou ga ik hem eerst hier aanmaken. Netjes. Zodat hij... en dat doe ik ook met lijm en een paar kleine spijkertjes. Niet van deze, want dat wordt wel erg groot. Maar ik heb nog wel wat kleinere. En dan kan dat even... zo... vastgespijkerd worden. Je kan natuurlijk ook hele kleine schroefjes nemen. Die houden meer. Want hier wordt aangetrokken natuurlijk. Hier komt dat draadend met een borgmoer. Dus die borgmoer die komt hier en dan komt dit kastje natuurlijk hier nog op. Dus het moet verzonken zijn. Dus ik moet even een gaatje boren dat die erin kan. Zodat ik dit hier verborgen zit. Ik kan dit alvast vastspijkeren. Even kijken of die erin wil. Of was het nou zo? Zo moet die erin kunnen. Dus het is natuurlijk goed om dit dingetje er eerst in te doen. Deze erop en dan vast te spijkeren. Anders komt natuurlijk altijd ergens in de problemen. Dus ik ga dit eerst even met een paar kleine spijkers en met wat houtlijm. Gaatje van 8 geboord, van deze kant vandaan. Andere kant op de kolomboor een vrij grote maat voor een moer, maar dan heb ik in ieder geval. En verdiept, dan kan die daarin. En nu schroef ik dit hier op met een draadje natuurlijk eraan. Er moet nog een gat naar buiten, moet ik even kijken waar dit naar buiten komt. En als ik dat aan elkaar heb, de lengte kan ik is
De breedte is 10 min dat. Dus als ik 10 afzaag, heb ik zeker genoeg. Kan ik daar even mee aan de gang. Kan ik later wel op maat zagen. Ik kan hier ook nog een ring achter doen, maar ja, dan komt die weer te hoog. Ik denk dat dit wel goed gaat. Dus ik ga hem op 10 afzagen. En dan gaan we daar weer mee aan de gang. Ik heb hier het vierkantje overgetrokken van dit blokje, zoals die hier zit, vastgehouden en toen twee spijkertjes hier ingeslagen. En dan kan die zo. Andere kant. Dan wordt het één geheel. Dus dat draad zal eerst hier omheen gaan en dan later hier. Ik ben benieuwd of dat, want dit neemt veel ruimte in, dus ik weet niet of dat allemaal goed gaat. Maar het is een leuk experiment. Dus nu gaat het erom of dit hierin kan gemonteerd worden. Hoe we dat gaan doen, dan gaan we eens even kijken hoe dat in elkaar zit. Hier zitten schroefgaatjes in, dus die kan ik zo daarop doen. Waar laat ik mijn snoer? Ik heb hier geen uitgang. Ja, hier zo. Daar zit er wel een soort sparingje in. Dus dat zit aan de kant. Dat wil ik niet. Ik wil naar beneden. Dus ik moet hier ergens een gaatje. Even kijken. Hoe komt die aansluiting nou? Ik heb hier 4 stopcontacten. Waar heb ik nou mijn aansluiting? Toe, 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 toe. Komt hier een draadje? Hier een draadje. Maar, niet getreurd. Hier zit een handleidingje bij. Zo kan die erdoor. Oké. Voordat dit hier inschroeft, moet die bout er natuurlijk door. Zo. En dan gaat dit erin. En dat gaatje komt precies hieruit van de draad. Dus ik kan hier nou 2 schroefjes in zetten dat die vast zit. En dan kan ik deze draad er doorheen halen. Dus dat ziet er nou mooi uit. En dan moet ik even kijken of ik hier 2 schroefjes van, ja, niet te dik, 18 mm hooguit. Nou, hij zit vast. De snoer zit erop. We moeten zo oppassen. En anders zitten de snoeren in de weg. En dat doet het. Ik zet eerst op de hoeken hier een klosje. Als het goed is, ik hoop dat ik dat goed uitgemeten heb. We gaan dit eens even eraan schroeven. Zo. Ik zet er even een klemmetje op.
dit. Gaat goed. Nou, dit kan gelijk zo erop geschroefd worden op die klosjes ook. Hier heb je die hoek. Dat is sterk zat. Nou, dan heb ik hier nog een klein beetje een triplexje. Moet hier nog achter. Een stukje triplex van 6x6. Triplex met een gaatje van 8, dat hij er zo op kan. En dan moet ik hier natuurlijk gaan spijkeren. Dan heb ik dit er even hier opgelegd. Even overgehaald, die maat. Dus ik leg dit zo erop. Ik richt hem horizontaal recht. Ik zet dit ook zo. En als ik hier spijker of schroef, laat ik maar schroeven. Ik ga dit met die grotere schroeven doen en dan prima. Gaat het niet al te soepel, maar als het nou nodig is, kan ik altijd nog smeersel ertussen doen, kaarsvet of een spuisje. Ik doe even 2 soefjes erin. Zo, nou is die vast. Al doeken. Geen vleugelmoer op, wat dan ook. Waar is die trouwens, die vleugelmoer? Oh ja. Hij loopt er niet meer af, het is één geheel geworden zo. Dus nu kan ik draaien als ik een handvat heb. Zodat ik hier nog een triplexje bij doe. Zodat hij iets meer ruimte krijgt tussen deze sponnetjes. Dat is te veel. Ik denk, als ik een stukje schuurpapier eronder doe, dat het al genoeg is. Hmm.
begint weer heel erg te wippen. Vind ik ook niet zo goed. Ik heb misschien nog één schuurpapiertje al genoeg. Oké, gaan we proberen. Oké. Dat moet lukken. Ik heb hier een gat van 9, een beetje ruim. Nou, aan de andere kant een borgmoer. En aan deze kant een borgmoer. En dan heb ik een handvat. Dan zal ik dit los moeten maken, want ik moet aan de andere kant zijn. Nou, hier een moer en daar een moer. Ik heb hier een streepje gezet en dan zet ik hem er zo weer ook op. Stevig. Nou, een beetje schuren. Handvat eraan. Dat ik hier ook zo'n borgmoer zet. Als voorbeeld heb ik deze haspel genomen om een rood snoer wat ik over had ook zo'n haspel te maken. Dus dat laat ik nu zien. Dat snoer kon maximaal 3500 watt hebben, dus dat is wel een voordeel. Hij is niet geaard, maar dat is omdat er geen 4 stopcontacten geaard in de handel was. Tenminste, dat heb ik niet gezien. Misschien is het er wel, maar ik heb dat niet. Nou is dit zo erin gemaakt, ongeaard. Heb je een klus waar je geaard moet werken, dan heb je altijd nog een tussenschakelaar van een aardlekschakelaar kan je ertussen leggen. Dus dan ben je ook nog afgeschermd. Maar ja, in de regen moet je niet met elektrische apparatuur gaan werken. Dus dat is al uit den boze voor mij. Dus ik heb hier een haspeltje gemaakt. En dat is voor de eerste keer dat ik dit nou gemaakt heb. Dus het is goed afgelopen. Anders had ik misschien andere problemen moeten oplossen. Maar dat is, niet onaardig. Nou, kosten die haspels niet zoveel. Dus dan zou je zeggen, joh, dan koop je toch zo'n haspel, dan ben je klaar. Maar ja, ik had voor dat snoer alleen al, had ik al zo'n 3 tientjes uitgegeven. Dat vond ik nou zonde. En het is ook wel leuk om te maken hoor. Om dat eens uit te vinden of je zo'n schijf kan maken die draait. En ik heb hem trouwens nog niet geprobeerd om het in de stopcontact te steken.
kijken of die stroomaansluiting het goed doet, maar dat denk ik wel. Dus ik heb 4 aansluitingen op mijn snoer. Hij draait goed, dus ja. Je bent goedkoper uit als je ze gewoon in de winkel koopt. En ik vond het leuk om te maken.